Er is geen zicht op een opvolger van Merkel en de oppositie weet zich geen raad nu het economisch zo goed gaat in Duitsland. Merkel staat voor stabiliteit en dat is waar de Duitsers nu zo'n grote behoefte aan hebben. In de peilingen gaat Merkel 4 aan kop. Het belangrijkste is gewoon dat 12 jaar Merkel ons een welstand bezorgd heeft die iedereen, toch vrijwel iedereen waarneemt. Wat heeft Merkel met stabiliteit te doen? Nou, alleen al haar uitstraling. Ze zal zich nooit gek laten maken, ze denkt altijd rustig na, heel bezonnen. Wordt er wel eens verweten dat ze, nou ja, zo'n leiderschapsloos is, emotieloos is. Ik geloof dat dat goed is voor iemand op die positie. Mijn partij, als een Merkel-partij, CDU, is niet degene die nu, ik zeg maar, attackeren moet. Dat moeten die anderen doen. En die vinden geen argumenten. Ich weiß nicht, was sie so gedacht haben, als die Eltern oder Großeltern gesagt haben, komm, heute gehen wir mal zu der Merkel. Da haben die vielleicht gesagt, oh.